Dankjewel, Josephine. En we blijven nog even bij de kerst. Dus, als je bijvoorbeeld je kerstboom hebt staan... ja, ik vind dat al een crime als je eenmaal aan die lichtsnoer moet beginnen... die een grote brei is geworden. Maar je hebt dus mensen die ook dit gaan doen. Die aan een heel kerstdorp beginnen. Huisjes, sneeuw. Nou ja, je ziet het, tientallen poppetjes in draaimolens en alles erop en eraan. Zeg maar dat je woonkamer een soort woonkamer winterwonderland wordt. Veel Nederlanders die voelen er kennelijk wel wat voor. Want tuincentra die merken dat het wat dat betreft drukker is... dan ooit. Trend of niet, Rina van den Akker die doet het al 16 jaar. Ze begon er ooit mee om wat licht te creëren in de donkere dagen. Maar sindsdien loopt het storm bij haar kerstdorp. Welkom in Winterwonderland. Kom gezellig mee naar binnen. Beetje uit de hand gelopen. Wanneer is dit begonnen? 15, 16 jaar geleden ongeveer. Ik heb een heel klein hoekje hier in deze kant, omdat dit de slaapkamer was van mijn overleden dochter. Ik heb het ook een paar jaar in de huiskamer neergezet. Maar ja, daar is het ook te klein voor geworden, de huiskamer. Dus ik ben nu naar het achterhuis verhuisd. Hoe lang ben je ermee bezig? Ja, ik wil het niet geloven, maar we zijn maar 4 dagen bezig geweest aan deze kant. En hoe kom je aan die spullen? Deeltelijk gekocht, maar ook heel veel gekregen. Van mensen die stoppen met de hobby, geen zin meer in hebben, of geen plaats in hebben, of geen tijd in hebben. Ja, dan gooien ze het hier af. Ja, wat een hobby, hè? Hebben jullie ook zo'n kerstdorp thuis? Een kerstboom en wat kleine dingen eromheen, maar niet zo heel veel, nee. Maar echt een kerstdorp? Nee. Ik heb 3 kleine kinderen, dus we hebben al permanent een hele hoop speelgoed en soort kerstdorpen in de woonkamer. Maar ik moet zeggen, ik kan hier wel van genieten dat mensen hier helemaal in opgaan. Ik hou ervan. Ja, heerlijk. Ja, mijn schoonouders doen het altijd. Oh, heerlijk. Ja, en je mensen die al in augustus beginnen met het bouwen. Want ik word er nu 4 dagen, maar we hebben ook in de uitzendingen wel op Radio 2 gehad mensen die in augustus al beginnen te bouwen aan een kerstdorp, terwijl de mussen nog dood van het dak vallen. Weet je. Ik vind dat echt wel mooi, hoor. Het is ook tijdrovend, hè? Ja. Frank, het weer. Ja, dan heb je ook nog altijd die mensen die de voortuin er helemaal mee versieren. En die moeten opletten vandaag, want het kan zomaar eens alle kanten in waaien. Het stormt behoorlijk vanmiddag.